In ieder geval heel erg bedankt voor uw medewerking aan het boek No Gods No Story. Al die gesprekken hebben we ook echt daadwerkelijk beschouwd als persoonlijke coachinggesprekken. Zowel voor Simone als voor mij was het bijzonder inspirerend. Simone en ik zijn samen op het idee gekomen om dit boek te schrijven, omdat we zitten in een traineeship van Wise Program. Na dat traineeship wisten we niet zeker of we daadwerkelijk een baan hadden of niet. En voordat we het bedrijf over ons lieten beslissen wat onze carrière keuze zou zijn, wilden we eigenlijk zelf leiding nemen over die keuze. Al die inspiratie die we kregen uit de gesprekken hebben we gebundeld in het boek om daarmee ook anderen te kunnen inspireren. Wat het voorbeeld van Jos Nijhuis over wanneer maak je keuzes en hoe maak je keuzes, gaf je een heel mooi voorbeeld aan over het warme badsyndroom. Ja. Dus dat je pas dat je uit bad moet stappen als het bad nog warm is. En nou goed, dat heeft me wel ook aangezet tot denken. Heel erg bedankt dat u in ieder geval uw visie heeft gegeven. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ik zal dit met heel veel interesse doornemen. Vooral wat die andere 29 CEO's natuurlijk gezegd hebben. En wat ik daar zelf weer van kan leren. Ja, ik heb met veel plezier het gesprek met jullie gevoerd. Ik ben ook heel benieuwd wat daarvan terug te lezen is in het stuk en in het boek. En of het ook zinvolle zaken zijn. En ik hoop dat de lezers daar wat aan gaan hebben.